welkom bij Stone. Ik ga je een rondleiding geven door ons pand. Kan ik je wat te drinken aanbieden? Thee, water? Water? Is goed, ik pak water voor je. Alsjeblieft. Nou, kom maar met me mee. Nou, zullen we beginnen bij de spreekkamers? De spreekkamers zijn namelijk erg huiselijk ingericht. En zo creëren wij dus een relaxe sfeer. Ook zijn deze kamers vernoemd naar bekende plekken in Rotterdam, zoals de Maas en Hotel New York. Nu zijn we aangekomen bij de lunchroom. En de lunchroom is eigenlijk de plek waar iedereen met z'n allen luncht. Dus je kan een gebakken eitje maken of vers fruit eten. En soms wordt er zelfs een gezonde salade gemaakt. En dit is de plek waar we met z'n allen een drankje doen naar werk. Maar ook wordt hier gesprekken gevoerd met kandidaten of met klanten. Natuurlijk is ontspanning ook belangrijk, dus wordt hier gepingpongd en gedart. En ook hebben we een tribune waar er aangemoedigd kan worden. En dan zijn we aangekomen bij de Wall of Fame. Hier worden collega's namelijk uitgelicht bij buitengewone prestaties. Misschien zien we jou binnenkort aan de muur. Bij het inrichten van dit pand hebben wij gekozen voor een vibe met veel flexplekken. Zo kan je dus elke dag naast een andere collega zitten. Voor kleinere dames zoals ik is het wel handig dat de tafel niet al te hoog staat. Zo kan ik hem dus verstellen en dan heb ik zelfs een voetensteuntje. Zo zijn de werkplekken ergonomisch. Nou, daar is de printer. We proberen eigenlijk zo min mogelijk te printen. Paperless office, you know. Maar af en toe is het wel nodig. Daar zijn we dan. Marketing, het creatieve brein van de organisatie. De off- en online campagnes worden hier bedacht en zij organiseren ook het event. Want zo maken we vrienden. Is het jou opgevallen dat er bijna geen deuren zijn? Alles is erg open en dat bekrachtigt onze kernwaarden, samen. Oh, bijna vergeten. Maar is het je ook opgevallen dat door onze hele pand onze kernwaarden staan? Samen, toegankelijk, ondernemend, nuchter en eigen. Dan zijn we bij het einde gekomen. Wat vond je ervan? Zie jij jezelf hier binnenkort al werken? Neem dan contact met mij op.